Oké, ik ben Werner Vogels. Ik ben de Chief Technology Officer of Amazon.com. Dat is dus alle onderdelen van dat bedrijf. Zowel de e-commerce kant, de digitale kant, die includes video natuurlijk en audio, de Kindle, maar ook de Cloud Computing Division, Amazon Web Services, die een hele hoop video-applicaties en tv-applicaties ondersteunt. Ik denk als je een beetje terugstapt, denk ik dat je dezelfde patronen ziet die in andere kanten van de economie ook terug ziet komen. Hè? Ik bedoel, er is een overvloed aan producten. Hè? Dus heel veel aanbod van video. Er is heel veel competitie ook. Maar tegelijkertijd is er veel meer consumer choice. Hè? Dus wat je ziet is dat mensen besluiten wat, waar, wanneer, hoe en voor hoeveel ze willen kijken. En plus dat er is een shift duidelijk van. Het is niet een uur op tv, maar het is een week-long engagement. Zelfs al is het een uur op tv, dan is het niet alleen maar dat tv-programma meer. Een hele grote niche is, of het is eigenlijk niet eens meer een niche, is iedere sportclub in de wereld bouwt zijn eigen tv-station. Ja, en dat is een uiterst lucratieve business. Ja, of het nou Liverpool is, of het nou Arsenal is. Eigenlijk het tv-station van Ajax, Ajax Live, is mediocre compared to wat de andere grote clubs aan het bouwen zijn. Die hebben het niet alleen maar over die anderhalf uur engagement in het stadion. Die hebben het over hoe kun je je fans, die bereid zijn om geld te betalen, een hele week lang bezighouden. En het is niet alleen voetbal, het is basketbal, het is ijshockey, het is ballet, het is. Weet je, de concerten van het concertgebouw deze dagen worden ook via Amazon gestreamd de wereld in. En zo, er is alle dingen die eigenlijk vroeger alleen maar fysiek waren, worden nu allemaal ook online gedeeld om een heel lange engagement te krijgen. Ja, omdat het een hele effectieve wijze is om je klant, hè, dus laten we even het voetbalvoorbeeld blijven volgen. Hè, de voetbalsupporter is bereid om elke avond voor een half uur naar Ajax te kijken. Weet je wat? Hij doet het 5 keer per dag als hij de kans krijgt. En is daar ook bereid om daar een fix bedrag voor neer te tellen. Ja, €25 subscription voor Ajax TV is iedere hardcore Ajax-fan doet dat zo. Ja, en dus, maar ik denk ook dat er zijn een aantal andere dingen, een aantal andere processen aan vooraf gegaan. Hè. Het is ook het feit dat de productie, de kosten van productie compleet naar beneden gedraaid zijn. Hè. Dus waar vroeger de software bijvoorbeeld om goede encoding te doen, om het hele productieproces, pre- en postproductie helemaal door te lopen, dat is nu allemaal open source software geworden. De kosten daarvan zijn gewoon compleet naar beneden gedraaid. Er is een distributiekanaal gekomen, het internet, dat het mogelijk maakt om hele grote groepen mensen te bereiken op elke locatie waar ze maar zijn. En er zijn voor die modellen bijgekomen die variable blijken te zijn. En ik denk dus de combinatie van dat pakket maakt het mogelijk. Want als ieder tv-stationnetje 100.000 dollar moet gaan investeren om überhaupt maar aan de slag te komen, ja, dan gaat het niet gebeuren. Maar als je dat met $2.000, met een decent camera en een goede ISP-subscription al kunt doen, ja, dan ligt die markt ook open. Er wordt stevig betaald. Ik denk dat er zelfs een hoop meer betaald wordt deze dagen dan in het verleden. Er zijn heel veel, inderdaad, die niches waar mensen een hele gepassioneerde relatie mee hebben. Dat zou kunnen zijn, het kan inderdaad zijn zoals een sportclub, maar het kan ook zijn dat je zo in het programma Heroes zit, of Game of Thrones, of wat dan ook maar, dat je daar gelijk in die wekelijkse engagement getrokken wordt, waarbij de merchandising is, waarbij de games zijn, waarbij er. Ja, het is een compleet pakket waar mensen geld voor neerleggen. Het is niet alleen maar kijken naar dat ene uurtje. Een goed voorbeeld is uit Heroes, is probeer een van de eerste die dat aardig deed. Op een gegeven moment laten ze de camera op het businesskaartje van de bad guy een beetje langer rusten. Daar staat een URL op van zijn bedrijf. En achter die URL hadden ze een complete website gebouwd. Ja, die echt compleet engagement was alsof. En daar kon je ook je aanmelden voor sollicitatiegesprek. 150.000 mensen in het eerste uur melden zich aan voor een sollicitatiegesprek.
Ja, en serieus, plotseling heb je een database met 150 hardcore fans. 150.000 hardcore fans. Zo, ja, je bouwt een complete belevenis, zo'n complete engagement, in plaats van alleen maar dat 1 uur. Plus dan, bedingen die ik hoor van de meeste studio's, is dat de meeste inkomsten die ze krijgen, is uit de secondary screens of de secondary showings, het internet showing. Het eerste uur op tv is alleen maar het anchor om mensen de aandacht er naartoe te trekken. Het geld komt uit de rest van de week. Even op dit moment de Whitefin. Niemand heeft behoefte om illegaal dingen te doen. Misschien is het illegale circuit goed voor discovery van dingen, hoewel dat tegenwoordig overgenomen wordt door de Spotify's in deze wereld. En aan de andere kant, mensen, als je ze hoge kwaliteit geeft, gegarandeerde hoge kwaliteit, op een prijspunt dat ze kunnen begrijpen, wat is het, 95 cent per song of wat dan ook maar. En je maakt het convenient, gemakkelijk voor hun om te consumeren, is iedereen bereid om ervoor te betalen.